Kut, hebben wij de kluis leeg gemaakt. Zo, hé, joh! Maar... Wat een heerlijke regen tot op heden. Zo erg of zo ook niet, toch? Ook uit zit. Je was uit? Nee. Shit. Hij doet helemaal niks. Doe jij, doet helemaal niks. Stap eens af, vrij. Ja. Had ik hem starten of ga jij hem starten? Voor de veiligheid en het humeur, wil jij het alsjeblieft doen? Oké, okay. Wil je maar even spannend zetten? Ik weet dat ik een zekker ben. En een watje en zo. Maar... Ja? Ja. Afvasten? Ja. Oh god. Ik heb hem vast op de rem en alles. Ik weet het. Uitrustje. Go. Yes. Ja. Alright. Maar dat is wel een dingetje. Dat hij niet aangaat. Ja, dat is een dingetje. Een dingetje. Ja. Ik denk dat de accu dood is. Maar goed, zolang het heuveltje af is. Dat jij er een beetje bij voelt. Zo. Is gisteravond echt niet grappig. Nee, dat zo. Oh fuck. What the fuck? Nou, hij slaat eraf. Laat die auto er even voorbij, licht uitzetten. Nee, laat maar, hij doet het al. Oké. Links niet vrij, pas op. Op je kan het, oké, goed zo. Yo. Hallo. Hi. Moeten wij iets hebben bij de Lidl? Nee. Absoluut niet.
Hoi. Hebben wij voorrang hier eigenlijk? Nee, verkeer op de rotonde heeft voorrang. Kut, hebben wij de kluis leeg gemaakt? Tyfus. Nee. Terug. Ja. Fuck. Ja, dat is fuck. Stop, stop. Ik kan draaien. Niet. Ja. Ah, wacht. Fuck. Shit. Hier kunnen we draaien. Hier kan jij zelfs draaien. Oh. Ja, heb je het adres erin staan? Zadov. Ja. Heel, go. Dat is top, hè? Ja. Weet je er aan denk? Heb jij de kluis al opengemaakt? Nee, eentje daar. Zijn we iets vergeten? Onze paspoort en het geld uit de kluis. Oh jezus! Waar is man dan? Die komt eraan. Oké. Okay. Hoop ik. Room 505. En in room 505 there is a safe. I know the code. Dat zeg ik, het is eigenlijk leuk hoor, een grote motor, maar eigenlijk... En onderweg naar boven. Moet je meer squats doen? Dat is een leuk nummer, hoor. Een zwarte Audi. Oh, jezus, wat grappig. Thank you. Bye. Duurt me te lang. Ja. Zag je ze? Oh, daar is die al. Ja. Yay. Note to selves. Never use a safe again. It's too safe. Ja, geef me een voordeel, dan kan ik de navigatie even instellen. Joh, krijg ik straf of zo. Hallo, is het een straf voor te rijden? Ja. Even oppassen met die vrachtauto. Ja, niks. Ja, doei hè. Nou, het was wel gezellig hoor. Ja, leuk. Doei. Rest is vrij, links ook. Goed, poging 2. Hebben we wat van de Lidl? Nee. Nog steeds niet. Ik heb een déjà vu. Ik weet niet hoe dat kan. Zou je nou voorganger hebben opgekomen, Tom? ja, nee. Dat, op de rotonde heb je voorrang. Ja, dat is correct. Maar chauffeur zag maar niet geloof ik. Oh, wat dan? Oh. Nog even kort afgemaakt, zullen we zeggen. Goed even. Hi. Ambulance? Yep.
Oké. Nee, je doet het zelf. Ga je niet uit. Right, zwart van de grote. Jump. Sorry. Nee, nee, nee. Ik had hem zelf ook niet gezien. Maar, wauw. Ja, ja. Ik zit ook wel om me heen te koekloeren. Het zijn de momenten dat ik het echt lastig vind om zelf te rijden. Nou, rustig rijden, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar goed, je moet ook wat wegkijken dat er geen... Ja, dat snap ik. ...lading appels ligt of zo. Buk. Oh, ook. Mooi zeg. Gewoon ook die ongereptheid. Ja. Steentjes. Waar zie je steentjes? Precies op die driehoek in het midden. Oh. Misschien te vroeg geroepen, maar ik vind de wegen over het algemeen kan nu van al goed. Gelijk met Duitsland. Ja. En ik hou het bij Luxemburg, maar... Nou zijn we natuurlijk nog redelijk oostelijk, westelijk. Dus misschien dat dat nog wel enigszins scheelt. Wat grappig, de weg naar rechts loopt dood, maar die heeft wel voorrang. Ja, dat is echt goed. Huh? Ja, dat je dus net zeg maar een draai maakt in het begin van de schaduw. Dat je denkt, ja maar waar rijden we nou in dan? Ach, je 70. Als je hier bekend bent, zal ik dat best misschien wel durven. Maar... Als je 4 uur rijdt. Ja, ook dat. Nou, dat misschien juist niet. Ik ben op reën. Ja, maar dat lijkt iets minder makkelijk uit. Dat is denk ik zeker eens. Het is ook aardig opgedroogd hier van het buurtje. Ja. Wow. You like it? Yes. Maar koeg. Oei. Kijk je antwoord op je vraag wie de boom er netjes bij houdt? Dat gebeurt dus gewoon. Ja. Wauw. Blij dat we gewoon rustig rijden. Nou, inderdaad. Sowieso. Wow.
Wauw. Gaan we er zo overheen? Ja, daar kun je zo overheen. Kijken waar je heen wil. Het pad wat ik volgde, volgen. Wat doen? Oh, nice. Hard over de hindernis. Net over een autoband heen rijden, hè? Ja, maar recht wel wat gaat. Je moet er rechtdoor overheen. Niet remmen, niet sturen, niks. Oh, er overheen. En je moet geen dikke boomstronk willen pakken, maar die blaadjes, dat is geen probleem. Nee, oké. Holy shit, dit zit cool. Dit is echt super. Stap in de bocht. Plant in de bocht. Oh, plant in de bocht, waar heb ik nou over? Oh shit, dicht, ik wou er nog meer roken. Het ruikt hier niet specifiek heel veel, als zegt mijn neus. Ik ruik meer benzine dan wat ik... Bosruim. Heb ik een gaatje laten vallen? Ja, maar ik zou zeggen, als er zo'n overheersende bosgeur is, dan overheerst dat. Dat nou ja, oké, okay. Ruim moet stoppen. Even. Ja. Oh jongens, wacht maar, wauw. Hier wonen. Ja hoor. Avond noemen. Hè? Huh? Had je paard wil noemen? Als ik een paard wil noemen? Nee. Dan ga ik je Pavel noemen. Pavel. Weet je wel, van lekkere Oostblok. Nou, Pavel. Oh. Maar dit is wel, ja hoor. Wat? Niet zo vreemd. Kijk, nou ruik je wel wat. En dit. Verscholen tussen de bossen. Wauw. Ja. Koeien beneden, links of rechts. Koeien rechts, en dat je ertussen zei, dat verstond niet. Ja, ik zei eerst links, maar ik bedoel rechts.
Hello. Wacht even, blijf staan. Moment, tweede hand van. Ja. Dat is ook. Dat is 8%. Oeh. Dat was beter. Ah, nou ruikt het wel iets. En ik zuurstof, ik voel zuurstof. Dat is gewoon volle lucht. Oh, je hoeft echt geen gas te geven. Sterker nog. Ja, ik ga maar goed om hier hebben. Tot auto. Wauw. Dat is vrij. Yep. Oh, wauw. Wauw, weet waar ik volgend jaar heen wil. Ja, ik ook. Een huisje. De heupjes los. Hey. Dat werd van. Ja, dat wil wel van je voor, hè? Ja. Ze maakt nog prima zo. Dat is een jakker in mijn nek. Ja, dat is een oude Skoda. Holy shit. Ja, dat denk ik eruit. Wat een helmcamera die geeft hier natuurlijk niet meer. Wacht even, ik heb nog geen stroom. Wat dan? Ik wil heel even stoppen, even mijn helmcamera stroom geven. Ik ben natuurlijk al anderhalf uur aan het rijden. Ja, mooi foto. Die gaat er wel komen. Twee tellen. Ja. Ik ga het ook wel eens. Goed. Au. Ja, maak je foto dan. Schiet zo op. Hoor je niet. Wat? Ja, ik denk erin. Maak die foto dan! Rap deze of knip deze, Vree? Welke? Die rode? Het rode lampje? Ja? Die brandt gewoon. Dat is normaal hoor. Nu is die blauw. Nu staat hij aan volgens mij. Ja, doet hij wat? Ja, het schermpje laat wat zien in ieder geval. Dus. Hoor je alleen achter me, niet door, je, door de headset. Ja, nee, wacht. Die microfoon staat weer best wel ver van mijn mond af. Wat zeg je? Die microfoon staat best wel ver van mijn mond af.
grond en knoek het al. Het is een klote bocht. Heerlijk. Oh, wat is dat? Nope. Haar speeltje. Yep. Hoort? Ja, ik zie hem. Is het tijd voor een versnaperingetje? Hebben we dat? Nee, maar dat kunnen we zoeken. Ja, dat ja, wordt hier best wel moeilijk, denk ik. Ja, dat is waar. Ik ben al... Mijn ogen zijn al op de uitkijk, maar... Ja, dat is het enige nadeel van die slingerroutes, dat je dus een plek op moet varken, dus inderdaad niet zoveel beschadiging is. Nee. Wat is dat? Wat? Niet van een boer. Ja. Dat klinkt heel raar door die.
voor dat ding heeft. Huh? Oh. Wat? Dat was een lekker bocht. Ja, dat vond ik wel. Dat vond zelf ik. God, ga dat vastje. Laat maar. Benen pop. EPS moet uit, zeg. Nou, dikke neus. Wat een groen mooi huis. Ik wou net zeggen, mooi groen is niet lelijk, maar poef. De tering. Maar je doet wel pijn aan mijn ogen. Dat is de kleur groen van mijn vest. Hebben jullie iets tegen die kleur groen? Hè? Nee. Op een huis? Ja. Ik weet dat ik vast zat. Zit het kabeltje nog vast? Die ene aan je dingen zijn je. Ja, hij zit er nog in. Aan je dingen zijn je, ja. Ja. Nou, Elf, zo klinkt dat dus als jij het praten bent. Wat? Voetgangers. Helemaal niet. Of wel? Yo! Holy shit! Het gaat allemaal goed! Die zag ik even niet aankomen! Mama! Dit keer. Die was lekker, hè? Ik in! Ja! Oh, deze is ook lekker. Maar... Maar... Godverdomme! What the fuck, man? Ik ben wel aan het doen! Vond je dat niet een beetje een heuvel? Even remmen, ja? Jo. We gaan een scherp bochtje in. Dobbelen wel naar beneden volgens de bord. Wat? Ik weet niet waar die 12% is, maar... De borden die langs de weg staan, geven het dalingspercentage aan. Oh, hier. Daar zit dus het dalingspercentage. Nou, dat is best wel een beetje daar. Ja. Beetje. Nog er 8 kilometer, kleine 8 kilometer, hebben we een check. Even kijken of daar wat versnaperen valt. Dat doe ik dan. Doe hem ook gelijk tanken. Ja, zo goed. Een kaart
Ik heb al 4. Heerlijk bochtje. Beetje jammer dat het midden in het dorpje zit. Wat een heerlijke wegen tot op heden. Je zei het nog eens. Het is echt een bootje dit. Nou, doe je. Ja, doe je. Zijn links of niet gevonden? Dat is market. Ah, wil je daar tanken? Ja, er hoeft nog één. We gaan wel draaien. Kijk eens even. Sorry. Ah, doe je dat dan? Probeer. Ja, probeer te draaien, vriend. Het is wel leuk dat jij dat in een split setting van de flesje maar ik. Ik weet niet meer waar je bent. Daar. Hi. Kijk eens even achter me. Iets te ver. Hamburgers. Bij Jelena. Oké. Hier de motor even neerzetten. Gaan we niet meer in de weg. Uit voordat je afzet. Hij doet echt niet. Want we weer gaan rennen. Oh. Yes. Er gebeurt helemaal niks, hè? Nee. No. Hij doet zelfs de tik niet meer nu. Zet maar het standaard. Oh, wacht eens even. Maar goed, hij doet niks. Lijkt het erop alsof je accu is. Wat is het? Ja, we moeten de sleutel er wel uit kunnen. Ja, dank u. Dit is wel een dingetje. Ja. Hebben jullie een setje? Ja. Ja, doe maar. Het is nog een keer, kom op. Ik krijg je afrollen.
je er hem wel anders in dan ik, volgens mij. Wat zeg je? Dat je hem anders in doet dan ik, volgens mij. Oren? Ja. Ja. Ik heb er ook een roesje mee dan jij hebt het hier. Goed. Oniva. Oniva. En even kijken, we hebben 37 kilometer te gaan. Ik heb 217 gereden. Ik ga niet tanken voordat we bij het eindstation zijn. Niet tanken? Nee. Nee, ik wil ook hier niet tanken. Hé, hey, dat is een Deauville, de tweede. Ja. Ja, dat is een leuk dingetje, de nieuwe. Ga maar even. Ja. Nee, ik blijf wel even hier. Gelukkig. Lopen wel. Nou, dat is goed. 37 kilometer, succes. Ja, nee dank je, niet in deze. Predikant op, daar. Ja, ik volg de weg wel, ik zie wel waar ik uitkom. Nou, we doen nu naar zijn. Oh jongens, kom op nou. Koppeling los, van even een beetje onder gaat. En laten we genieten van het mooie Tsjechische landschap. Oep, voorzichtig. Ja. Grenspost. Wat zei dat? Een oude grenspost. Grenspost? Nee. Oh. Foto. Ja, wil je foto maken? Als we daar een goede foto van kunnen maken. Want volgens mij zit het de verkeerde kant van de bebossing. Hier dan? Ja. Niet te laat. Niet te laat. Hebben die wespen toch met dat ding? Ik vik een beetje weg hier. Kom man, rustig aan. Zijn van die anti-tank dingen, die vier die, hoekpunten. Sorry, wat? Die driehoeken, dat zijn van die anti-tank dingen. Ja. Daar kun je met een tank ook niet overheen. Nee. Het is toch apart dat er een grenspost zou zijn. Ga linksaf, hè, let op. Ah, goeie, thanks. Ik weet niet of het een grenspost is, maar zo lijkt het wel. Ah nee, ik ben een beetje eens van. Misschien is het wel een weet ik wel, een van de kamp geweest. Are you happy? Ja, op zich wel. Ik maak me een beetje zorgen om de motor, maar... Dat snap ik. Ik deel die zorg. Maar loopt die hond los? Ah nee. Oeh, die is wow. Mooi. Wauw. Stop. Ja, ik zit. Zeven en half dom mag je niet in. Sorry, je moet een andere route kiezen. Oh, kijk nou toch, het is om op te vreten. Het lijkt een actief spoorlijntje. Ja, inderdaad. Links hier nog geen trein. Yeah.
Ja, precies. Daarom hier hadden we rechts moeten. Kun je draaien? Links. Dat kunnen we. Joei. Ja, niet eens. Nee. Oeh, godverdomme. Gaat ie? Kan je daardoor? Ja, ja, je kan gewoon door. Sorry, ik had dat volgens moeten letten. Yo. Dat was de moeite waard. Kilometer volgen. Wee. Durven we net niet aan voorbij. Nee. Jammer, dat is een lekker weggetje. Zwaaide die nou uit boosheid of zwaaide die nou? Nee, te zwaaien? Nee, hij stuurde er langs. Ah. Wat als dat zo interpreteert iemand? Nou, hier rechts zit Christine. Huh? Ja, zo zit het eruit hier. Nee. Oh. Nee, wow. Het hele ambiance is anders. Hele bomen, dingen. Ja. Het is hier niet alleen maar dennen wat hier staat, het staat hier van alles. Daarom vind ik het zo verbazingwekkend. Als je hier naar links kijkt, zie je 3, 4, 5 verschillende soorten bomen staan. Jo. Dat zie je bij ons niet. Oh, nee, of van Gezen wel. Niet zo divers als dit. Oké, fijn. Vind ik dan. Fijn. Misschien zitten ze te dansen met haar hoofd. Ja, dat. En dan laat ze haar hoofd zakken. Ja, alright, fijn. Ze moeten weer wat vallen. Zo erg of zo ook niet zo. Jezus. Wat is dat toch nog steeds trouwens? Ben ik mijn filmpjes aan het synchroniseren, want om de zoveel tijd, dan zit er een, ik geloof 18 seconden tussen. Dus als ik af en toe even toeter, dan hoor je dat zeg maar, nou ja, terug. Okay. Dan kan ik op basis van de toeter kan ik synchroniseren. Oké. Okay. Zoiets dacht ik al, dat iets met die video's te maken had, maar dat is wel wat ook. Ja. Dag. Ja, doei. En ik word er weggestuurd, hè! Dit is niet top! Verstond jij dat vrees aan, of? Ja, het wordt weer teruggestuurd. Ik doe niks! Nee, ja. Het is echt heel grappig, jij maakt van die hoofdgebaren en zij doet echt... Oh, weet je wel, hoe gaat ze met de handen omhoog? Jezus! Nou moet ze lachen. Ik zie de schouders schudden. En je hebt het kan zien, maar als je links omhoog kijkt, staat er helemaal boven op de berg een heel klein wit kerkje. Ja, check. Oh, kijk eens hier, joh. Oeh! Ben je hierbij?
Willen we dit? Oh? Willen we dit? We zitten hier vlakbij, dus we kunnen ook wel later besluiten. Gaan we niet meer doen in ieder geval. Toch? Oké. Wat wil je dan? Sorry. Nee, dat waterpark. Ja, dat weet ik. Hotel Leila. Maar wil je daar nu stoppen? Zou je daar nu willen stoppen dan? Rechtdoor, kom op. Steady as she goes. Hotel Leila. Daar ligt het naast. Rijdt er toch een mooie motor achter me? Mooi, hè? Leuk meisje erop ook. Ja? Heb je er geen zin dan? Ja. Ziet ze eruit? Ze is niet zo lang. Donker haar. Je moet ietsjes wat kilootjes kwijt voor het allermooie, maar goed, voor de rest is het lekker ding hoor. Wat ga je doen, knipperlicht? Nou, we gaan hier linksaf. Nou, over 1,5 kilometer, ja. Niet hier, hè? Denk ik niet. Nou ja, het had gekund, maar... Hij zei daar dus naar boven, hè? Nou, dit is mij niet. Over 1,2 kilometer, prima. Nou, dat is wel een dingetje. Ze van mening gaan verschillen dan... Dat had wel een very small road geweest, denk ik. Ja. Nou, dan 100 achter, meter. Daar hadden we achterlangs gekomen. Dat had een Edi-weggetje geweest, inderdaad. Ja. Had ik je niet te dank afgenomen, kan ik je te... pup. Hey, ja. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Inderdaad nog een Hollander. Volgens mij is dat het. Dit hier? Ja. Clipno. Ja. Oh, zijn we er al, joh? Ja. Nou, mooie timing. Ik wou net zeggen dat ik naar de wc moest. Receptie, ja, hier is het. Waar zie je een receptie? Residence, Clipno. Nee, dat is het niet. We zijn er voorbij, lieverd. Ja. Ik dacht, we gaan nog een bochtje draaien. Ja, dat dacht ik. Jezus. Ja? Dit vind ik zo niet grappig. Maar niet. Ik denk dat het is. Zodat ik niet eens meer in mezelf kan bopperen gewoon. Nee. Dat ze... Moet je lachen, maar dat is echt onwijs irritant. En dan sta ik weer als zo'n kneus te utteren met twee van die bouwvangers die me aan staan te kijken. Van, oh vrouwtje, kan je het weer niet. Zijn we daar wel goed? Ja. Denk ik. Uitzicht op het meer.